Het is maandag, goedemorgen. Ik ga even het pakketje ophalen. Het is bij een afleverpunt neergelegd. Waarom weet niemand. En daar zit ook een kringloop in de buurt. Alle pakketpunten bij ons zijn dicht door vakantie. Dus het ligt ook nog bij een ander pakketpunt dan de dichtstbijzijnde. Maar ik ga dan even naar die kringloop. Ik heb net een concept geschreven voor een leuke samenwerking die ik zelf weer had benaderd. En die terugkwam van ja, leuk. Ik heb er trouwens 4 uitgehaald uit die acquisitie. Echt ongekend. Normaal gaat dat echt niet zo makkelijk. Maar goed, daar heb ik dan, ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik ga even mijn outfit laten zien. Dr. Martin sandals aan. Die heb ik bijna nooit aan. Kijk, deze. Deze sandalen en dit pak heb ik al jaren. Tas, hier gaat het pakket dan in. Het is de jurk voor Sydney. Voor het huwelijk dat we binnenkort hebben. Gouden jurk met een strik. Oh, oh, oh. Pas net in mijn tas. Jongens, ik kon daar echt niet filmen. Er liepen 100 mensen rond. Dat is heel overdreven, maar overal stonden mensen. En dan komen zij ook in beeld, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Maar deze jas is zo mooi. En die was dus 1 euro, want alles was vandaag 1 euro. En deze short lijkt mij dus perfect passen bij een blazer dat ik heb gekocht bij de estate sale van Moschino. Daar hoort een short bij, niet deze. Deze is van een merk wat nu net is uitgebracht. Alleen dat lijkt me volgens mij perfect matchen. Dat zou heel grappig zijn. Oké, ik ga naar huis. Ik moet weer naar het werk. Alles is binnen. Ik wil nu meteen even de jurk van Sydney uitpakken. Oh, mijn broertje gaat trouwen. Oh. En de dresscode is summer chic. Dit heeft zo'n heel mooi pofmouwtje. Het is heel zacht lurex, dus het prikt niet. En hier dus die strik. Ja, dit is toch te cute bij Sydney. En ik heb schoenen gevonden die ze ook. Oh, ze zijn nog mooier dan ik dacht. De kleur is zo mooi. Dit draagt zij ook heel graag dus met majo's en jurken gewoon everyday naar school. Maar dit wordt dus de look. Zo cute. Nou maar hopen dat ze het aan wil trekken hè, op de ochtend. Want die hele vibe verschilt dus echt per dag. Per uur bijna. Want nu vanochtend wilde ze dan weer per se een haarband. Die heeft ze nog nooit in willen hebben. Dat ze op de ballon van haar verjaardag. Verjaardagsballon had ze gezien dat een van die prinsessen een haarband in had. Dus wilde ze het nu wel. Dus ja, misschien moet ik haar gewoon nu gaan beïnfluencen met gouden jurken met strikken. Zodat ze dat dan aan wil op de dag. Jongens, ik moet uit werk. Ik ga een andere keer even laten zien wat ik allemaal heb gevonden. Doei! Goedemorgen! Wortel met gember en citroen. Ik ga nu richting het Blauwe Theehuis in het Vondelpark. Ik heb met Margriet afgesproken. De kogel is door de kerk. Wij gaan een podcast opnemen. Ik weet niet wat ik eruit haal, behalve dat ik zeker weet dat ik het fijn vind om met een mede-ondernemer ZZP'er te kunnen praten 1 keer per week als een collega. En dat dat wordt opgenomen en dat er wellicht mensen zijn die dat leuk vinden om naar te luisteren. Dat zullen we zien. We gaan even voorbespreken en daarna ga ik... Wat ga ik daarna doen? Dat zie ik wel. Misschien nog even acquisitie doen. Dat voelt ook altijd wel goed. Oké, tot zo. Toen ik in dat vorige huis woonde, kwam ik hier elke keer doorheen. Dus jullie misten dit ook. Neem ik aan. Ik vind dit dus helemaal geen leuke tent. Nooit gevonden. Nooit gevonden. Ik ga even kijken wat zij hier dan zo leuk aan vindt. Want met haar. Duizend anderen. Want het zit hier altijd helemaal vol. Het is nu 10 uur 's ochtends. Maar vanaf de middag tot en met het laatste uur zit het hier vol. Dus mensen vinden het geweldig. Het ziet er inderdaad nu als ik er zo naar kijk op beeld ook wel goed uit. Maar het is denk ik de routing naar binnen.
voor mij en de type mensen die hier komen. Dit vind ik dan wel weer leuk. Deze outfit hebben jullie al in de vorige vlog gezien. Leuke outfit, check. Dat weten jullie waarschijnlijk ook, die heb ik dus al jaren. En ik kon hem nooit aan, want het heeft dus iets warms, maar hij is wel open, best wel open in de structuur. Dus het is of te koud of te warm. En dan die lange rok kan ook te warm zijn in de zomer, maar is een witte outfit zo wit. Deze witte outfit in de winter vind ik weer niks. En nu kon ik hem eindelijk aan, dus daarom moet ik een vintage archief hebben. We hebben gewoon heel veel opties te hebben voor dat ene moment dat het niet warm is. Hallo. Hi. Alles is er lekker nat geregen. Ja, het gaat maar door hè, met die regen. Ja, nou dat we alle parasol een beetje overlopen. Ja. Ja, fijn. Lekker een vlogje aan maken. Ja. Oh, leuk. Ja, dank je. Dankjewel. Hallo. Hey. Ben je weer lekker terug van vakantie? Ja. Ik zeg net, je kan veel van deze zomer zeggen, maar wat wel leuk is, dat ik dit aan kan. En normaal nooit, want dan is het te heet. Ja. En straks in het najaar vind ik het weer niet. Dus ik heb dit al jaren, maar ik kon nog geen ene gaan. Maar het is nu niet warm. Nee. Maar misschien later vandaag weer te warm. Ja. Maar ja, dan ben ik alweer thuis. Everything you said we already knew, more or less. So here's something that you didn't know. Het heeft allemaal een grappige wending genomen. Zo, voor vol terras gaan vloggen. Het heeft een grappige wending genomen, want ik dacht, oh, we gaan dit doen. Ik twijfelde eigenlijk als enige een tijdje over wat het voor mij oplevert. En nu hebben we toch nog weer een heel goed gesprek gehad, waar ik echt dat denk, wat fijn dat je zo goed met mensen kan praten. En er blijkt dan toch uit dat het niet nu het juiste moment is qua hoeveel ik erin kan stoppen versus hoeveel Margriet erin kan stoppen. Dus ja, het voelt als een soort opluchting en ook echt fijn om dat in overleg te doen. Dus dat je daar zelf toch dan uitkomt. Dus dat zij toch dingen had geanalyseerd over dingen die ik eerder had gezegd waarom we het niet zouden moeten doen. Had zij toch over nagedacht en wees zij mij nu op, denk ik, oh, dat is toch een volwassen gesprek. Daar gaat ze. Kijk, daar gaat Margrietje. Ik ben nu in de buurt van Gideon Italianen, dus ik twijfel of ik daar even naartoe wil. Of dat ik ergens acquisitie wil doen. Het is zo lekker rustig. Misschien is dat waarom mensen het hier fijn vinden. Want jij hoort natuurlijk geen auto's hier. Het zit midden in het park. Oké. Okay. Even een mooie treurwiel. Jongens, dit zijn allemaal spaarpotten. Ik ben nu binnen. Deze ziet er heel lekker uit. Het lijkt een soort hamburger, maar ook met een soort gebakje. Deze is heel leuk, een hotdog. Niet normaal mooi. Ja, niet nodig. Ze zijn wel heel lekker groot, jongens. Eigenlijk vind ik dus deze wel echt leuk. Oh nee, er zit een beer aan. Ik zag hem zo, toen dacht ik, oh leuk zo'n fles. Dit is echt een heel bizar ding. Hier heb ik eigenlijk altijd het gevoel dat je dus een goudmijntje kan vinden. Elke keer, geen idee. Je weet niet wat je kan verwachten. Ik weet niet of dit zo'n Duitse broek is, maar ik vind hem heel mooi. Ik ga mee. Ik heb net dus schoenen in deze kleur op Vinted gekocht. Dus ik ben zo benieuwd. Misschien staat dat wel heel cool daarbij. Jullie staan altijd op de raarste plekken. Want ik wil altijd statiefjes, zodat ik eens kan laten zien, dat jullie een beetje overzicht krijgen. Maar nu staan jullie bijvoorbeeld dus op een doos met kartonnen bordjes. Hier stond de tripod, dus op dit bouwwerk.
een mooie halve glas vooral. Wat een droom van een vintage fles in velvet met een heel lekker draadje. Dit is toch wel een van de ergste trends die ik ooit heb gezien. Dat knoopje. En dat je het dan zo kan oprollen. En zo kan vastzetten. Dat was zo laaiend populair. Toen ik nog als ontwerper werkte. Bij de overhemden. Dat vond iedereen geweldig. Ja, nog een hele gekke trend. Dit geknoopte sjaaltje. Dit. Wie weet nog dat je van die lapjes kon kopen die je zo om je heup kon knopen. Alsof je een trui om had. Even resumé. Deze leek me nog leuk, maar ik vind die mouw toch niet cool. Deze, ja. Dit. Dat was weer zo'n succes. Ik heb iets heel, heel vet gevonden. Waar ik echt naar zocht. En dat zie je in mijn TikTok. Dus daar maak ik gewoon kortere vlogjes over het vinden van vette dingen in de tweedehands scene. Of zeg ik dat? In de kringloop. Maar ik heb twee hele fijne kledingstukken die ik eigenlijk meteen in de was wil gooien en aan wil trekken. Dus die zie je straks in de try-on. Zo jongens, ik ben weer heerlijk thuis. Ik zie een paar dingen die ik even ga restaureren aan deze kist. Schoonmaken. Bram lacht mij uit over mijn... H-E-T-Q-I-A-S. Foutloos. Stoorzender. Maar ik ben blij, kijk ik zo, toen zei ik. Ja, je bent hilarisch Bram. En weet je, ik had het er zo uit kunnen editen. Of even kunnen rehearsen, maar ik had zoiets, nee. Ik en vele anderen met mij hebben echt moeite met die afkorting. Maar ik dacht, nee, ik ga het gewoon doen. Ik ga mijn best doen, me inzetten. En dat het moeilijk is, dat anderen dan zien, oh, zij vindt het ook moeilijk, maar ze doet het wel. Dat was eigenlijk mijn motivatie om het op deze pijnlijke manier in de vlog te laten. En dan zegt Bram, ha, ik zuik er zelf ook nog vaak genoeg over. Ja. Ik dacht dat het door mijn dyslexie of zo kwam, dat ik het er niet uit kreeg. Maar ik merk gewoon dat mensen die hele afkorting ontwijken, omdat ze het zo moeilijk vinden dat ze helemaal die stap nooit zetten om het überhaupt te proberen. Toen dacht ik, nou dan ga ik maar gewoon struikelend over de letters erdoorheen. En hij zegt, hij helemaal niet pijnlijk hoor, heel leuk. Oh, goed. Ja, ik vond half pijnlijk, half dat ik dacht van ja, dit is gewoon real hoe het ook echt ging. Dus ja, dan laten we het er lekker in. Nou, wanneer gaan we kringlopen? Wanneer kan je... Nou, ik ga nu heerlijk even de beelden inladen die ik net heb geschoten bij Gideon. 3 vlogjes of zo finishen, want daar heb ik wel alles al geëdit. Alleen nog even try-on stukje erachteraan editen, maar dat is hartstikke leuk om te doen. Lekker dat hij zo open valt. Ik ga nu even mijn haar make-up doen, maar ik had zo zin in dit pak opeens. Ja, oh, het is hier nog steeds een bende. Ik ben echt even met een inhaalslag bezig. Ik was 2 dagen ziek. Sydney had het, Richie had het, toen had ik het. Dus ik loop eigenlijk achter met mijn werk. Dus ik voel me nu weer top hoor. Dat is een soort griepje wat maar 2 dagen aanhield. En ik ga even laten zien... Excuse me. Ik ga laten zien wat ik bij de mini kringloop tegenkwam. En wat ik op de Haafstraat weer allemaal voor geweldigs heb gevonden. Het gaat hartstikke goed. Nee, het gaat echt wel goed. Ik denk dat dit meer allergie is. Ik ga eerst even koffie zetten. Toch wel vervelend dat mijn favoriete kopje niet uit de kringloop komt. Gekregen voor Sinterklaas. De perfecte maat en vrolijke kleur.
Sydney zag een van de jurken die ik voor haar had gekocht bij het mini kringloopje. En die wilde ze meteen aan. Dus die is met een bloedgang door de wasstraat gegaan. Een roze ribjurkje met stippen. En het stond geweldig. En gewoon een voltreffer, want alles was 1 euro die dag. Dat doen ze elke derde maandag van de maand of zo, zei ze. Om van die spullen af te komen, veel te veel spullen binnenkomen. Het is een Legeres Heils kringloop en die heb je vast bij jou in de buurt ook. Kun je checken wanneer ze dat doen, want de mensen gingen echt met tassen vol de deur uit. Deze schoentjes heb ik ook nog voor Sydney. Die waren dus ook 1 euro. Ja, ik ging echt zo kijken, maar het rubber is nog helemaal goed. Lekker voor de zomer. Deze twee t-shirts heb ik ook alvast even gewassen. Ik heb dus binnenkort een t-shirt project waarvoor ik verschillende vintage tees nodig heb. Deze is niet meer goed bij de neckline, maar daar ga ik dus ook wat mee doen, dus dat maakt dan niet uit. Nog een jurkje voor Sydney die ze nog niet heeft ontdekt. Lekker dikke jersey voor de winter in maat 9804. En dan deze. Dit verhaal is echt bizar, want ik zag dus een van mijn blazers, de Moschino blazer, die peper duur is online. En die hoort dus officieel met een short. En dan zag ik gewoon deze. Echt. Kan het beter gematcht. Dus dit, ja, zal ik dat dan nu maar even stiekem aandoen? Ja, hè? Ja. Die past dus eigenlijk niet. Even één ding. Allermooiste is natuurlijk dat ze een soort bullseye knopen hebben. Helemaal bekleed. Dit is een heel klein jasje. Kan net dicht, maar dit is eigenlijk niet hoe het hoort te zitten. Zie, nee, dit is short. Wel gewoon. Als het heel aan wil, is het dus open. Maar ook dan zie je eigenlijk wel dat hij te klein is. Oh. Maar ik vind dus als set wel geweldig. Alleen het is gewoon te klein. Nou ja, dat broekje was dus ook 1 euro. Die zit wel lekker. Ik heb serieus heel veel jassen. Dus in een kringloopwinkel neig ik heel erg naar de jassen en niet naar de broeken bijvoorbeeld. Ja, dat heeft hanger appeal. Statement natuurlijk altijd groots en zo. Dus ik kwam binnen en ik zag deze jas. Toen dacht ik, die ga ik gewoon niet kopen. Die is waarschijnlijk 10 euro, 15 euro. Maar ik heb er echt veel. En toen hoorde ik, alles is 1 euro. En toen heb ik ook toch deze jas weer meegenomen. Want ja, is een vintage Lemmy. Maar dan een chique. Dus een hele mooie glimmende voering met de ingeweven logo. Ingeweven bloemen. En ja, heel mooi van kleur. Hier zitten haakjes. Zakken. Oh, wat is dit? Er zit een mysterieus stukje van deze stof in. Zonder haakjes of knopen. Soms hoort hier nog iets, maar dat lijkt me hier dus niet het geval. Er zit gewoon al een haak. Ja, het kan dus lekker hoog gesloten worden. Ja. Het is dus niet een statement jas voor mij, omdat die gewoon heel kalm is van kleur, maar ik hou gewoon heel erg van dat je jas perfect matcht bij je outfit. Dus qua lengte, qua volume. Ik ga eventjes door met wat ik bij Gideon heb gevonden. Allereerst dus de meest cozy herfsttrui die er maar is. Opstaand kraagje die ik lekker kan aansnoeren in de nek. En zo zacht. Dat heb ik ook al gewassen. Ik wil hem waarschijnlijk nu aanhouden. Ja, hier zit ook nog een kangaroo pocket. Heerlijk! Truitje in grijs. Ja, je weet het. En dan deze hele gekke broek. Een velvet broek. Heel kort. Ook winters materiaal. Kijken of ik met mijn schoenen doorheen kan. Oh, ik eerst deze korte broek uit. Lui! In theatermateriaal bijna. Korte lengte hou ik van. En hier kan je hem gewoon aansnoeren. Oh! En dit is wat ik wil qua silhouet. Zit hij leuk? Oh, hij zit heel bijzonder leuk. Beetje een Japanse fit. Ja. Oh. Nou, dit had zo'n Duitse lederhozenstijl broek kunnen zijn. Wat het misschien ook wel is. Maar dan zit hij bij mij dus precies zoals ik wil dat een broek zit. En hij heeft ook nog zakken. En dit kan je gewoon aansnoeren. Ja. Leuk dit. Zou zo bij acne kunnen hangen. Stevige stof, maar wel zacht en vorm en volume. Op deze vrolijke noot sluit ik de vlog af.
Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet te liken. Dat helpt mij. Doei. So I